Ik heb deze week 45 doktorsgraden. Dus ik moet 9 gulden burgen. Hier zit 8 gulden buiten. Pas erop, mag ik erin, ja? Moet het erbij hem. Daar heb ik recht op. Doe die één. Sorry, meneer. Ja, meneer. Ik heb ook een die uitgeleverd. Ja? Nou, jullie hebben gehoord wat die man al zei. Ja, dat hebben we gehoord. Ja, jullie hebben vandaag op mijn kant. Jullie hebben de bloemen gehoord, dus die geld halen. Je kunt vandaag op betalen. Nee, probeer er niet stiekem tussen deur te gaan. Want dan stoor ik wat voor alles kranten wonen bij jullie kunnen gebeuren. Ja? We betaalt geen gulden, geen kwartier, geen dubbeltje, geen stuur, geen cent meer aan ons. Mevrouw Krap, dat was goed missen, hè? Wat die opdringt, dat kan je betalen. Dus als je het geld kunt betalen. Ja, en doorsloot de speaker precies op de kop. Inderdaad, hij heeft hier net het Geldenburg van de Verwener. In het café van de Verwener. Dus Ceylon komt meteen weer terug in de kast en in de broekzakken van die Verwener. Wie is dat nu? Dat noemt zijn winkelnering. En dat is verboden bij de wet. Oh. Ik hoef mij niet te waarschuwen. Vindt wel, ik loop straks naar die Verveen naartoe. En ik vertel hem alles. En dan ziet Hendrik krijgt ontslag. En dan maakt me niks meer uit. Niks. Niks meer te maken. Ik ga nog liever dood van de honger dan nog een dag langer voor die Verveen werken. En als er een man komt bij de Verwener, zegt jullie ja naam. Jullie kinderen, heb niks te eten. Zeg niet eens persoonlijke kleren. En jullie zitten hier allemaal van zoek. Doe er eens wat aan. Maar die speler met de ladder 2,50 meter gemaakt. Ja! Ja! Boom! 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 Ja!
Als jullie wat wilt, jongens, hè? Ja. Dan kunnen we hier wel lopen schreeuwen. Daar schieten we niks op. We met elkaar het ding aan. Ja. Met elkaar kunnen we. Je moet eisen stellen! Precies! Je moet eisen! Je wilt er 90 cent in de rekening mee hebben! Ja! Ik heb onze ijzeren papieren zijn. Mooi hoor. En die bonnen mensen, die zal betalen, die zal tekenen. Als die goed rechts is, dan maar kwart fix. Onze ijzeren zal ik inwillen. Het is nog maar zaterdagmiddag het is. Het is zo goed, dus je bent tot 6 uur bent ze gewoon weg. En dan bent ze er weer niet. Staken voor meer geld. Misschien, want die kreeg je dik betaald aan leven en trein, want dan ging je al een dubbel niet. Ah joh, wat dan weg maar. Kreeg, zoveel hoef je dat niet kunnen doen. En dan kan je zien, dan doe je ook nog niks. Hij kreeg helemaal niks, man. Jongen, we nemen nog allemaal hier in die pannen zitten. Gewoon, dat cool. En verder niks. Wat kom, ik zie dat dikke stukje spek in zitten. Ik zie dat alleen voor nog niet. Dan heb je geen goede bril op. Oh nee? Nee. Misschien maar niet. Wat is dit? Dit is dat zuur. Ah, dit is dat zuur spek. Is dit spek, mensen? Maar kijk, hij zegt dat het spek is. Dat is toch niet spek. Maar dat is dat. Dat is gewoon spek. Je kunt gewoon roepen dat er spek in zit. Ja, dat is spek. En dan ook nog graag. Dat denk ik niet. Man. Nee, dit is alles wat in onze soep zit. Ja, alles wat in onze soep zit. Dit is de rest. Waar hebben we het over? Meneer, waar? Meer verdiend! Die stak die jullie 2,50 gemaakt hebben, die willen weer terug naar 2,50. Ach meneer, houd toch op te praten, waar hebt u het over? Wat is er nog meer? Is dat alles waar jullie over hebben? Al dat u vertelt, hè? Dat gebeurt niet in een café gebeurt, maar dat wat in het veld gebeurt. Ach, rustig. Ik, Bonne Berends, verbinder van Berendsvaart, heb mijn zaakjes en voor mijn mensen heb ik de zaak goed voor elkaar. De mensen die in het veen werken kunnen een goed loon verdienen en van dat loon kunnen ze hun gezin goed onderhouden. De mensen die dat niet kunnen, dat zijn de luiaards en de dronkaards. En natuurlijk, jullie hoeven niet in mijn winkel te kopen. Ik stel het echter wel op prijs. Het stok, waar deze meneer over heeft, het stok is 2,50 meter. Dat gaan we niet weer terugbrengen naar 2,40 meter. Dat kan niet. De prijs van de turf staat onder druk. En als de prijs onder druk staat, kunnen wij het niet meer verkopen. Dat zou voor jullie een groot probleem zijn. Dus, want dan hebben jullie geen werk meer. Dus, ga naar huis. Je zult onze eisen ondertekenen, anders dan storen wij niet in voor uw leven. Beste man, dit gaat natuurlijk nooit gebeuren. Ja, wanneer? Teken dat schuim in. Dat is natuurlijk. Stop! Dit is toch ongehoord? Ik kan niet. Geef mij het papier. Ik zal ondertekenen. Maar onder protest en onder één voorwaarde. Onder één voorwaarde zal ik ondertekenen, maar onder protest. Morgen hebben wij een vervelingsvergadering in het jachthuis te Lutten. Ik nodig daar een afvaardiging van jullie uit om daar jullie woord te doen.
Ik zal nu ondertekenen, maar nogmaals, dit gaat wel onder protest. Ja! Over tot de openbare verkoop. Het verschil is ingezet op 9.195 gulden. Wie biedt er meer dan 10.750? Eenmaal, andermaal, 11.000. Wie biedt er meer dan 11.000 euro? Gulden. Gulden. Wie biedt er meer dan 11.000 gulden? Eenmaal, andermaal, 11.300. 11.300. Wie biedt er meer dan 11.300 gulden? Eenmaal. Andermaal. Niemand meer dan 11.300. Dan is dat de koper. Fijn dat u er bent. Ik ben op tijd. Het is ongehoord. Ik ben aangevallen door een groep Venus die mij onder dwang hebben en hier van de papieren hebben laten liggen. Ik ben helemaal ontdaan hiervan. Ze zijn helemaal gek geworden. Dit kan toch niet? Dit is ongehoord. Ik ben helemaal uit het veld geslagen. Meneer de commissaris, het is precies wat meneer Beerde zegt. Ze zijn op de beelders geweest. En ik kan het beamen als Minke Junior. Dus ze kwamen bij ons en ik heb gezegd dat wij nooit zullen tekenen voor loonsverhoging. Ja, en toen gebeurde het. Ze hebben mij in elkaar geslagen. Er zit geen ruimte meer in ons huis. Het is maar goed dat mijn vader niet thuis was en dat ik uiteindelijk alle klap heb op kunnen vangen. Goed gesproken, mijn zoon. Rechte verveler geeft nooit op. Meneer de commissaris, ik heet de senior. Voorzitter van de Deniswaardse Verenigingsvereniging, ik u hartelijk welkom. Fijn dat u gekomen bent. Namens de Deniswaardse Vereniging hoop ik dat u goede beslissingen zult nemen, zodat de rust hersteld wordt en het werk weer kan doorgaan. Rust in het veld. Zo is het maar net. Meneer de commissaris, ik weet niet of het u is opgevallen, maar het zijn niet alleen arbeiders uit Deniswaard, ze komen overal vandaan. Uit Vlagaren, uit de Krim, ik heb ze zelfs gezien uit Dalen. Het is een probleem van heel Noord-Oost-Overijssel. Een probleem! Ja. En zo is het maar net! Ja. Ja. Meneer de commissaris van de Koning, ik heb wel 1000 arbeiders. Ik voel me niet meer veilig.
Hier moet wel aan gedaan worden. Zo is dat, zo is dat. Tuurlijk. Al die eisen die de arbeiders stellen, dat is niet reëel. Wij als Derenvaart van de Venus hebben overlegd met elkaar om hun 45 cent in de week bij te geven. Maar dan blijft, en dan blijft alles bij het oude. 45 cent. En de stok is 1,50. Ten eerste, de eisen die de arbeiders stellen, al zijn ze door jullie getekend, zijn niet wettig. Omdat er onder dwang is getekend. Commissaris, ik dank u daarvoor. Ik ben er zeer herkentelijk aan. Ja. Ten tweede, het peloton huzaren die ik heb meegenomen naar Deens, dat blijven voorlopig hier. Dat is een goede zaak. Ze worden bij jullie thuis ingekwartierd. Dat is voor de orde en voor de veiligheid. Ja, dat is hier over, hoor niet. Ja, zo. Dat is mooi. En nog eens wat. Ten derde, de 45 cent loonsverhoging waarover de verveling van de vechter had, is een goed voorstel. Ja. Dan zou ik zeggen, laat de afvaardiging van de arbeiders maar naar binnen komen. Want dan komen ze al aan. Het zootje overregelt. Dan moet ik toch niet zo geschreeuwd. Ik kan het niet gewoon normaal. Mannen, luister. Wat jullie hebben gedaan, daar kan beslissing in de beugel. Het is namelijk bij de wet verboden om iemand onder dwang een handtekening te laten zetten. En daarom is het papier met de handtekeningen van de gevelenstromen onhelder. Luister, mannen. Ik heb met de vervelens afgesproken dat er een loonsverhoging komt van maar liefst 45 centen in de week. Nou, misschien 45 cent? Ja, dat lijkt me hartstikke redelijk. Erg redelijk. 45 cent? Ja. Dat is ons veel te weinig. Ja. Waarom? 45 cent, kom op een winter niet meer deur. Dat is veel te weinig. Ja, dat weet ik. Nou, en wat ik net gezegd heb, daar blijft erbij. En morgen gaan jullie allemaal weer aan het werk. Ja, dat dacht ik niet. Oh,
Alles is toch beter dan hier in schoenen zit. Ik ga nog liever bij ons achter op de wieken de stront onderweg gooien dan dat ik hier nog een uur langer op schoenen moet zitten. Mag ik nog wel wat vragen, joh? Nou, vooruit, als het maar netjes is. Het is een vraag over de toekomst en hij is netjes. Nou, stel hem dan maar. Mijn vader zegt dat je goede en slechte eigenschappen overneemt van je ouders. Dat klopt. Nou, zie die man daar zo staan, met een glas bier in aan. Dat is Erik. Die woont hier achter op de wieken. En die drinkt veel, joh. Nou, wat heeft dat nou met je vraag gemaakt? Ik geef jou kosten. Nou, stel u voor, als we nu 120 jaar verder bent. En we zijn ongeveer in 2016. Zo zien achter kleinkinderen dan ook zo voor de drinken, joh. Ja, dat denk ik wel. Maar gaan we op de plaats zitten. Ik wil met de les beginnen. Handen over elkaar. Wat is er, Els? Geesje? Stel handen over elkaar. Wie heeft het kanaal met deze wel gegraven? Jij het maar. Bron van Dering, joh. Bron van Dering, dat klopt. En met wie was Bron van Dering getrouwd? Klaas. Met Judith van Malle, hè? Met Judith van Malle. En van wie moest ze toestemming hebben? Nou, geen naam. Van de mooie herkoning. Dat is niet goed, Gert-Jan Kostens. Lucas. Van de koning, joh. Ja. Van de koning, joh. Dat was de broer van de grote Napoleon. En die werd hier genoemd de zonnekoning. Helemaal goed. Nou, dan weet ik niet wat het verschil is tussen de zonnekoning en de mooie herkoning. Maar dat is allemaal weer aan mij liggen. Wie was de baas van de gemeente aangewezen? En van wie werd hij benoemd? Ja, de naam zegt het al, dat was geen baas. Dat is niet goed, kijk Jan Kosters. Geen baas was een vervener. En die had alleen maar zeggenschap over zijn eigen turf steeds. Dat was het aaltje. Goed zo. Klaas? Ja, maar de verveners waren belangrijker dan de burgemeester. Want alles wat de verveners zei gebeurde en wat de burgemeester zei gebeurde niet. Wees nou eens even stil, gek Jan Kosters. Waar ligt de baron begraven? Geesje. De baron van Dering ligt begraven op begraafplaats de Mulderij, hè? Op begraafplaats de Mulderij, helemaal goed. Hoeveel is de kubieke meter turf dan? Daar ligt er aan, juf. Stil nou, Geesje. Een kubieke meter turf is 1 meter bij 1 meter bij 1 meter, hè? Ja. Maar als je erin wilt steken voor de turfstekers, is hij 1,5 bij 1,5 bij 1,5. En als je erin kopen wilt, is hij 75 bij 75. Zo de meter altijd net zo vast dat het er zelf uitkomt. Ja, hoeveel is 2 gulden plus 3 gulden? Oh, daar weet ik wel een antwoord op. Els? 2,30. 5 gulden. 5 gulden, dat is helemaal goed. 2,30, Lucas. Ja, 1, 2, 5. En dat is 3 plus 2. Dat moet je helemaal niet weten, dat is een flauwekul vraag. Waarom is het een flauwekul vraag? 5 gulden is veel te veel. Zoveel kun je nooit verdienen in de, als een vervener. Dus aan deze vraag hebben we niks. Juffrouw, als je nou mijn eerste antwoord op de vraag goedgekeurd had, dan waren we niet in deze vraag gewoond, maar in Kosterstad. En al terug, zeg je Kosters!